Goedemiddag, ik ben Lothar van Dissen en deze coronacrisis is het uitgelezen moment voor jou als UW Antwerpen medewerker om je LinkedIn profiel nog eens op te frissen. En daarom geef ik vandaag 11 goede tips. Tip 1. Zorg voor een duidelijke profielfoto. Een recente foto waarbij je scherp, duidelijk, sympathiek, ogend overkomt en met een niet te drukke, dus eerder een rustige achtergrond. Tip 2. Je hebt de unieke mogelijkheid om een foto toe te voegen als banner aan je LinkedIn profiel, een beetje als visueel visitekaartje. Dus zoek een leuk beeld met een knipoog naar je onderzoeksexpertise of naar onze universiteit. Tip 3. Zorg voor een duidelijke headline. Dat betekent eigenlijk dat daarin staat enerzijds waar je werkt, namelijk de Universiteit van Antwerpen. En ten tweede, wat je job is die je daar uitoefent. Tip 4. Voeg bij de work experiences je huidige job zeker toe. Je kan ook vorige jobs toevoegen, maar zeker je huidige job is belangrijk voor je actuele profiel. Wat houdt dat in? Wat moet je daar toevoegen? Enerzijds je jobtitel, daarnaast waar je werkt, de universiteit. Je linkt dat daar met de pagina van onze universiteit of met de pagina van jouw faculteit. En je hebt ook de mogelijkheid om een beschrijving toe te voegen. Daar kun je in woorden wat langer toevoegen wat je eigenlijk hele dagen uitsteekt op onze universiteit. Dat is wel interessant voor mensen die je profiel bezoeken en met je jobtitel alleen nog geen goed beeld kunnen vormen van wat je eigenlijk doet. Nog een extraatje kan je toevoegen door bijvoorbeeld foto's, media of andere presentaties te adden aan je work experience. Tip 5. Claim een eigen URL. Er zijn veel mensen die gewoon de standaard URL die LinkedIn hen cadeau geeft bij het aanmaken van een profiel eigenlijk heel lang houden, maar je kan die personaliseren. Ik geef meer uitleg. Een standaard URL die ziet er zo uit, bijvoorbeeld. Daar eindigt het met een tiental tekens, een tiental cijfers die er niet leuk uitzien en die je vooral niet goed kan gebruiken als je je URL afdrukt op je papieren cv of op een visitekaartje. Daarom kan je bij de contactinfo je URL aanpassen en dan personaliseer je die. Ik heb dat bijvoorbeeld gedaan, uiteraard, en bij mij ziet mijn URL er zo uit. Als je dan toch bij die contactinfo bent, kun je ineens ook je Twitter-account toevoegen, je mailadres aanvullen, eventueel je telefoonnummer en nog wat andere contactinformatie. Ook zeer belangrijk, want ja, je wilt wel gecontacteerd kunnen worden natuurlijk. Tip 6. Zorg voor een krachtige introductie in de about, of in het Nederlands over, sectie die LinkedIn jou aanbiedt. In enkele zinnen beschrijf je jezelf, beschrijf je je professionele interesses, je expertises en hoe men jou kan contacteren. Tip 7. Licht content uit. Je hebt de mogelijkheid onder de uitgelicht sectie om bepaalde dingen extra in de picture te zetten voor de mensen die jouw profiel bezoeken. Wat kan dat zijn? Ofwel een post of een artikel van iets dat je eerder op LinkedIn gezet hebt, maar intussen alweer weggesneeuwd is. Het kan ook een link zijn naar een andere website. Of het kan media zijn die je toevoegt, een foto, een video of een presentatie. Tip 8. Voeg skills toe. Daaruit ziet jouw bezoeker onmiddellijk heel duidelijk waarin jij goed bent. En je zegt dat dan wel van jezelf en misschien gelooft hij dat niet, maar daarom heeft LinkedIn een extra feature, want je kan ook de skills van jouw collega's onderschrijven en de collega's van jou, je connecties, kunnen jouw skills onderschrijven. En op die manier krijgt dat toch een beetje extra geloofwaardigheid. Nog leuk, de skills die je toevoegt, die komen ook als metadata terecht in jouw LinkedIn-profiel. En als mensen dan zoeken op een van die skills, is de kans groot of groter dat ze op jouw profiel zullen terechtkomen. Het is belangrijk dat je skills onderschreven worden, dus je kan dat ofwel gaan vragen aan je collega's, ofwel kan je gewoon al proactief zelf collega's gaan onderschrijven voor hun skills. En hopelijk, ja, onderschrijven zij dan ook jouw topskills. Tip 9. Vul je profiel verder aan. Er zijn heel veel secties binnen LinkedIn die je nog kan aanvullen. Ik geef enkele voorbeelden. Bijvoorbeeld de opleidingen die je gevolgd hebt, cursussen die je gevolgd hebt of die je zelf gedoseerd hebt, diploma's die je behaald hebt, patenten die op jouw naam staan, publicaties die je al gepubliceerd hebt de afgelopen jaren, projecten waar je aan meegewerkt hebt, talen die je spreekt, awards die je gewonnen hebt en ga zo maar verder. Je kunt eigenlijk heel veel toevoegen en zo krijg jij een heel mooi aan- en ingevuld profiel. Nu is de vraag, moet ik alles toevoegen? Zeker als je al een lange staat van dienst hebt, is dat misschien inderdaad niet zo interessant. Het is belangrijk om op LinkedIn de zaken te highlighten en in te vullen die jij wilt dat jouw bezoekers zien. Dus als je minder zaken invult, maar dat zijn wel de belangrijkste, ja, krijgen die meer aandacht. Als je heel veel dingen toevoegt, alles wat je in je leven al gedaan hebt, ja, dan gaan misschien ook de topzaken, de topbelangrijkste dingen, ondergesneeuwd geraken. En vind ik Kat haar jongen er niet in terug. Het is aan jou om die afweging te maken. Tip 10. Je profiel is nu eigenlijk min of meer af door de 9 vorige stappen. Wat is de 10e tip dan? Wel, nu je een profiel hebt in één taal, kun je datzelfde profiel ook aanmaken in andere talen. Dat zorgt ervoor dat bezoekers die LinkedIn ingesteld hebben op een andere taal, dat die ook een native profiel in die taal zullen krijgen van jou. Je moet dan daarvoor zelf wel het nodige vertaalwerk doen, maar zeker als je een groot internationaal netwerk hebt of een netwerk van mensen die een paar specifieke talen spreken, kan het wel interessant zijn om toch een profiel aan te maken in verschillende talen, want ook in de zoekresultaten
resultaten zal jij dan sneller naar boven komen. Tip 11. Leg ook de link van op je UAntwerpen homepagina. Alle collega's van de universiteit hebben een eigen website, namelijk www.uantwerpen.be/voornaam-naam. Daarop kan je een button aanmaken, follow me on LinkedIn. En op die manier leg je makkelijk en mooi de link tussen je UAntwerpen webpagina en je LinkedIn profiel. Ook op je LinkedIn profiel kan je UAntwerpen webpagina ingeven als website. Dat kun je zeker ook doen, zo is er een mooie kruisbestuiving tussen beide. Als je dan toch je UAntwerpen webpagina aan het aanpassen bent, kijk dan ineens eens of je profielfoto daar, je headline daar en je introductie daar nog wel actueel zijn. Je bent dan toch aan het bewerken, breng dat dan ineens ook snel in orde. Voilà, dit waren mijn 11 tips om jouw LinkedIn profiel tijdens deze coronacrisis nog eens een lenteschoonmaak te geven. Heel veel succes ermee. Meer info kan je vinden op de blogpost van de Pintra-blog van Universiteit Antwerpen. En de link daarnaar die vind je hierboven of hieronder of hiernaast. I don't know. Daar vind je dus extra informatie. Als je nog vragen hebt, kun je mij uiteraard ook een e-mail sturen. En misschien tot binnenkort op de campus.